Yo mensen, ook weer een nieuwe video. Hupke Floris en vandaag weer reageren op Floris TikTok memes. Laat die like achter en bij 2000 likes blijf ik hiermee doorgaan. De vorige hashtag was Floris memes 1 en ik had gezegd de top 3 met de meeste views krijgen van mij een pas royaal. En dat gaan we nu weer doen, maar eerst wil ik even zeggen 2,8 miljoen keer bekeken. Jullie zijn zieke legend, kijken of we het volgende keer dit kunnen verbeteren. Alleen is één jammer dingetje. Ik dacht oké, volgende video Floris memes 2 als hashtag. Maar jullie hebben meerdere hashtags ingevoerd. Boys, dit is niet de bedoeling. Dit is niet de bedoeling. Dus helaas kan ik niet Floris memes 2 als volgende hashtag doen. Dus wat we als volgende hashtag doen, is Floris vuur meme. En ik wil bij deze ook eventjes vertellen, boys, alsjeblieft, pak gewoon een hashtag. Pak gewoon de hashtag die bedoeld is voor de video. En niet heel slim. We gaan doen, we doen Floris memes 1 en 2 en 3 en 4. En ik ga al die hashtags gebruiken. Dat werkt niet. Je mag natuurlijk wel altijd gewoon Floris meme als hashtag gebruiken. Want dat is gewoon de algemene hashtag. Maar dit is dus de volgende hashtag. Floris vu meme. En we gaan nu eventjes terug naar Floris memes 1. En ik ga hier de 3 winnaars bekendmaken. Degene die op nummer 3 geëindigd is. En ik ga mijn koptelefoon gewoon opdoen. En het is niet op een volgorde. Het is niet 1, 2, 3. Dat is een beetje vervelend. Ik moest naar beneden scrollen. Want deze had een derde aantal views. En het is deze. Muziekje is helaas gecopyright. Dus ik kan de muziekje niet laten horen. Maar dit is wel een mooie TikTok. Nummer 3 met, we zullen even kijken, 74.000 views. Ik like hem. Lijp. Lijp. Heel lijp. Hij heeft me niet gevonden helaas voor hem. Maar hij is dus wel op zoek naar me gegaan. Hij heeft me niet gevonden volgens mij. Ik heb wel een paar keer op de foto geweest. Maar ik denk niet met deze kaart. Dat had hij sowieso een TikTok gemaakt. Maar hij wil de derde plek bemachtigen. Hij wil pas royaal verdiend. Ik moet eventjes een ander muziekje erop zetten. Of geen muziekje. De muziek is copyright. En daar wil ik ook gelijk bij zeggen. Het is chiller als jullie geen copyright muziekjes doen. Of gewoon geen muziekje in het algemeen. Want dan kan ik ze makkelijker laten zien. Dan gaan we door naar, ik wil even de deur dicht doen. Gaan we door naar nummer 2. En dat is Mace. Met veel meer views eigenlijk als de nummer 3. Dubbel zoveel views. 153.000 van Mace. En het is Anne Frank in 1944. Oh nee, wat heb ik weer gezegd? We gaan het zien. Rocket, ik hoor hem op Duits op de gang. Ik wist niet dat we met Duitsers woonden. Is dat nu iemand dan? Ja, ik hoor Duits op de gang. Nou, geen idee. Dus dan gooien we nu die Rocket. Het is een mooie meme. Het is een mooie meme. Het is een mooie meme. Gefeliciteerd Mace met de nummer 2 plek. En de winnaar van deze week is met 241.000 views. De meeste is deze. Point of view. Je krijgt haar leeftijd te horen. Gefeliciteerd Floris Goat. Dat is zijn naam. We gaan even luisteren. 3, 2, 1. Let's go. We rammen door. Boom. 6. Oké. Oké. Gefeliciteerd, bro. Jij hebt ook gewonnen. Alle 3 dus een pas royaal. Volgend seizoen, volgende video. Weer 3 pas royaals die we gaan weggeven. Maar we gaan natuurlijk nu eventjes alle andere memes bekijken. Want het zijn allemaal vers geperste memes. Floris, hoe oud was je date gisteren? We rammen gelijk door. Kom op, hou dat muziekje aan. Hou dat muziekje dan aan, jongens. Let's go. Twaalf. Het is wel een hele mooie meme. Het is wel echt een hele mooie meme. Echt heel mooi. Oké, gaan we door. Weet je wat, we gaan gewoon de hele lijst af. Deze niet, want ik weet, Joris Bals, Floris, weet ik dat er een muziekje onder zit. Smikkel, beetje Floris weet heel goed waar het over heeft. Hè? Black and Orange, wat is dat? Is dat een nieuwe Netflix-serie? Geen idee eigenlijk. Ik denk misschien wel een half uur lang naar Riley zitten kijken op YouTube. Best wel leuk om naar te kijken. Ik heb Mooie serie misschien, oké. Ja, ik zei het dus verkeerd. Het is dus Orange is the New Black. Ik ken de serie wel, maar ik zei het dus verkeerd. Oké, gaan we door. Een volgende video. We gaan in deze video. Wanneer je gaat afkijken bij die ene maat die echt goddelijk is in wiskunde. Oké. De 3 beste decks van Clash Royale op dit moment spelen. Ik ga het gewoon heel simpel doen. We gaan naar Players Globaal. We kijken naar CMG Ion 77. En die speelt natuurlijk, voor de mensen die hem kennen, met Hawkeye the Giant Skeleton. Dit is dus op dit moment het beste deckje, want de nummer 1 speelt hier mee. En het tegen in deze video. Trouwens, ik moet even zeggen, afkijken bij wiskunde is echt bijna onmogelijk. Want wij moesten al de calculaties laten zien, of berekeningen laten zien in het Nederlands. Hè? Ik ben geen boy de hoek. En dat was best wel pittig.
om af te kijken. Ik denk dat wiskunde één van de vakken is wat het moeilijkste is om af te kijken. Misschien geschiedenis nog moeilijker of zo, want dan heb je echt lappe teksten. Maar het is niet het makkelijkste vak om af te kijken. Gaan we door. Point of view. Die ene glazen... Oh nee, dit wordt weer racistisch waarschijnlijk. Of pijnlijk. Of dark humor. Point of view. Die ene glazen wasser van de Twin Towers wanneer er een vliegtuig op de torens afkomt. Oh nee. Even een beetje voorzichtig, want dit is precies wat ik bedoel. Je kan gewoon echt hele gekke dingetjes tegenkomen en dan opeens... In ieder geval... Dan opeens je toren kwijt zijn. Dat was er heel even... Ja, is heel pijnlijk. Is heel pijnlijk. Torens en Twin Towers is echt de makkelijkste manier, denk ik, om memes te maken. Omdat ja, toren neer, toren down. Dat is echt gewoon eigenlijk alles wat je gebruikt bij Clash Royale. Maar we gaan even door naar de volgende. Point of view. Je hebt 80% van je boodschappen niet gescand en je ziet een appie strijder op je aflopen. Gevoel ken ik. Dat gevoel ken ik. Nee, 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 nee. Het loopt helemaal mis. Ja, dat stress je. Dat stress je dan wel. Maar dan moet je die act hoog houden. Dan moet je die act hoog houden. We gaan door naar het volgende. Point of view. Lana Rhodes, haar kind bij zijn geboorte. Oké, we zijn langs. Nu opletten dat we niet opeens gereset worden terug naar die plek. Ja, dit is gewoon lekker glijden. Dit is gewoon heerlijk glijden. De gele dingetjes ontwijken. Hoppatee, springdingetje. Easy. Easy. Oké. Ja, dat is wel grappig. Heeft Floris gesproken? Helaas, muziekje. Floris weet niet wat Netflix en chill is. Jullie, in ieder geval, lijpe kamer trouwens. Mega tv voor je bed. Ik ben jaloers, dan kan je ziek gamen met je vrienden of een zieke Netflix en chill gooien. Bizar. Ja, ik bedoel natuurlijk niet Netflix en chill met je vrienden. Ik bedoel natuurlijk met anderen. Ik snap, ja, ik weet echt wat Netflix en chill is. Maar eerlijk, het was echt een lijpe kamer. Ik bedoel natuurlijk niet met de maten, maar nu klinkt het alsof ik bedoel, ja, lekker gamen met je maten, lekker Netflix en chillen met je maten. Dat is natuurlijk niet wat ik bedoel. Dat mag wel, weet je, iedereen zijn ding natuurlijk, het kan wel, maar... Dat bedoelde ik niet. We gaan door. Point of view. Je gaat je opmeten. Wat ga je opmeten? 3 puntjes. Gaan tellen. 1, 2, 3. 3. Let's go. Hoppatee, we gaan tellen. 3. Let's go. Heel mooi. Point of view. Je moeder zegt dat je brood met sla meekrijgt als lunch. Maar ziet dat je koekjes mee hebt gekregen. Dan ben je blij, boys. Nou, ik ken deze meme wel. Zo blij ben ik ook weer niet. Als ik echt koekjes meegekregen heb in plaats van brood met salade, ben ik veel blijer dan deze. Hier lijk ik meer geschokt. Maar oké. Okay. Floris die zijn dojo. Oké, geen idee. Opmeet. Hitjes doen, hitjes doen. Lots, hoppatee. We gaan tellen. 1, 2, en dezelfde. 3. Let's go. Ja, let's go. Oké, we gaan door. Point of view, hey Lana Rhodes. Je komt Lana Rhodes tegen in de stripclub, oké? Raar. Oh. Shirtje gaat uit. Wanneer die emo uit je klas van de derde verdieping valt. Lekker voor. Oké, mooi. Volgende. Ik hoop niet dat het copyright is. Ik die wat gay probeert te spitten met veel. Oh nee. Hey yo. Oh my god, bro. Ja, dan moet je oppassen. Hell no, man. What the fuck, man? Die laatste foto is ook een klassieker. Oké, ga maar door. Oh nee, weet je wat? Gewoon even iets minder 9-11 jokes nou. Poetin omdat Oekraïne nog stand uit. Rocket Cycle, kan ik voorspellen. Je docent wilt je geen 6 geven omdat je een 1.2 gehaald hebt. Dat dit nu zo meta is. Echt triest. Het is echt heel triest, bro. Het is echt sneu, bro. Ja, het is gewoon sneu. Echt een schande. Ik bedoel, geef hem gewoon 4.8 hoger. Wanneer die ene jongen uit de klas een grap maakt. Kan aan mij liggen, hoor, maar... Ik vind het heel grappig. Oh, ik gok het ook goed nog. Oké, mooi. Oude vlog dit. Lijp dat je hiervan een meme gepakt hebt. Wanneer je in de kamer bent van die chick met 1 miljoen snapscore. Oei. Nou, we zijn dus gewoon nu op een gebied. Best wel groot dus. Echt wel heel groot. Maar het is dus eigenlijk, mag hier dus niet zijn als je niet hier slaapt. Maar wij hebben gewoon scheid. Oké. Best mooi bedacht. Point of view, je koopt een heel figure shirt bij AliExpress. Een heel figure shirt, weet je wel. Er staat nu gewoon letterlijk de H is weg, de I is weg, de L staat er dan nog. Heel fik, de F, even denken, de F is weg, dan heb je I nog. Die G lijkt nu een soort van rare kapotte O.
en dan ER. Dit shirtje kan eigenlijk echt niet meer, maar het zal het. En moet je kijken. Mijn stem, ik denk dat ik keelpijn had en toch gewoon aan het strijden was voor video. Maar pijnlijk shirtje heb ik ook niet meer. Is nu weg hoor jongens, is nu weg. Ik wist het. We doen er nog drie. Point of view, je zet je vriend zijn rolstoel in de fik en zegt dat het Hot Wheels is en je biedt je excuus aan. Ik denk niet dat dat niet kon hoor. Hoe dat is een fout voor mij. Ja, het is natuurlijk een fout voor mij, maar het is een fout die ik niet beter had kunnen doen, want ik wist het niet. Ik wist ook niet dat dat niet. Het is gewoon echt. Hoe verzin je dit? Wanneer je aan je vrienden vertelt hoe oud je vriendin is en vervolgens het goed probeert te maken, te praten. Ja. Het voordeel aan 1 is dat het niet 0 is. Dat is een prachtige uitspraak, jongens. Het voordeel aan 1 is dat het niet 0 is. Wat 1? Het is wel waar. Het is wel waar. Laatste. Ik heb eentje met minimaal 1000 likes. Oké, ik ben best wel lang naar beneden geschrompen. Ik heb er weer eentje gevonden met minimaal 1000 likes. De laatste van de video. Point of view. Je komt langs de bioscontrole met 5 Pringles-bussen in je. Oké, we gaan even kijken. Ja, je bent zo dom. Was wel altijd. Altijd, ook al is het een soort van semi-geaccepteerd. Volgens mij dat mensen eten naar binnen smokkelen. Toch stress je hem wel een klein beetje. Als je met heel veel eten de bios probeert in te snikken. Maar in ieder geval, boys en strijders. Nieuwe meme dus. Floris vu meme. Ik zal het nog even 1 keer goed opschrijven. En niet andere tekst doen. Niet Floris vu meme 1. Dan tel ik je er gewoon. Dan knik ik je er gewoon uit. Dan tel je gewoon niet mee voor de wedstrijd. Je mag natuurlijk wel Floris memes. Floris vu meme. Je mag wel een beetje de namen pakken. Floris vu memes mag je wel pakken. Want die is toch al 1,2 miljoen. Maar niet deze. Deze alleen voor de volgende video. Wie gaat deze keer winnen? Zieke strijders. Ik zie jullie in de volgende video.